Karlstad is een goede 1500 meter rijder. 1.56.4 is een persoonlijk record. En Freier heeft 1.59 staan ruim. De Oost-Duitser leidt op het eerste stuk. En klokt na 300 meter een tijd van 25.9. En u moet er maar vanuit gaan dat er weer hele scherpe tijden gereden zullen worden. Ook op deze 1500 meter. Velen zullen normaal gesproken onder de 2 minuten gaan rijden. En het is maar de vraag of ook een wereldrecord hier mogelijk is. Op deze afstand mag je dat denk ik niet verwachten. Want het staat nogal scherp. 1.53 en een klein beetje. Maar dat het ook rap hier kan gaan is gisteren bewezen. We gaan naar de 700 meter en kijken naar de eerste volle rondetijd. Die in 29.4 en 29.6 gaat. Tussentijd 55.3. Voor Freier. En dan ligt hij bijna 2 seconden achter op het schema dat destijds leidde naar dat wereldrecord dat op naam van Oleg Bozjev staat. Maar deze mannen, daar mag je ook niet van verwachten dat ze daar een serieuze aanval op kunnen doen. De 1100 meter, terwijl nog altijd Freier een goede voorsprong heeft opgebouwd ten opzichte van Karlstad. Rondje 30. 1.26.1 als tussentijd. En dan weet u het wel, dan gaan we al meteen in de eerste rit toe naar een tijd die dik onder de 2 minuten uit zal moeten vallen. Wat kan Karlstad nog in die laatste binnenbocht? Kan hij nog terugkomen? Dat redt hij niet helemaal, denk ik. Nee, Freier gaat de rit winnen. En confronteer ons met de eerste eindtijd op de 1500 meter. Daar staat hij 1.58.14 tegen Karlstad 1.58.76. Ik denk dat het voor Karlstad alleen maar belangrijk is om een goede 10 kilometer te rijden. Hij zei straks in de kleedkamer overigens dat hij weer goed was. De punten inmiddels voor Freier 120.895. Karlstad 120.854.